Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag zitten wij op Call of Duty, want zoals heel veel van jullie weten is natuurlijk op 5 november 2007 Call of Duty 4 Modern Warfare uitgekomen. Een Call of Duty die eigenlijk niveau tot een next level heeft gebracht en een Call of Duty waar heel veel oldschool spelers mee zijn opgegroeid. En op 4 november 2016 is de old school Modern Warfare geremasterd in natuurlijk Modern Warfare Remastered. Een hele leuke game om te spelen met alle old school perks, old school wapens, maar ook natuurlijk een nieuwe tint eraan met nieuwe wapens, nieuwe pakjes, wat je vroeger natuurlijk allemaal nog niet had in videogames. Maar op dit moment is Modern Warfare Remastered, wat je hier ook op de achtergrond ziet, gratis te downloaden op het moment dat je PlayStation Plus hebt. Het is deze maand alleen gratis te downloaden. Dus wat we vandaag gaan doen, is we gaan vandaag een domination potje spelen op deze game. Om gewoon puur eventjes terug de tijd in te gaan. Maar ook om jullie te laten weten dat je hem dus nu gratis kan downloaden en ook gratis kan gaan spelen. Een hele gave kans voor als je ook nog nooit Call of Duty hebt gespeeld. Want dan kan je eigenlijk een beetje erin komen en kijken of je het natuurlijk leuk vindt. En ik hoop dat wij een goede score kunnen gaan neerzetten. Zo makkelijk is het. Dus vind je dit nou leuk? Ram natuurlijk zo'n skyd op een like. Of vergeet niet te abonneren voor meer. En dan gaan we op naar ons potje. We zijn in de game gekomen zoals je kan zien. Het is wel een plain game. Wat inhoudt dat hij natuurlijk al bezig is op het moment. Maar dat kan de pret niet beïnvloeden. Want we gaan gewoon onze best doen. Het is domination op de map Vakant. Of Vasant. Ik weet eigenlijk na al die jaren nog steeds niet hoe ik het moet uitspreken. Die game is echt al tientallen jaren uit. En nog steeds weet ik het niet. Dat is ook best wel slecht. Maar dat maakt niet uit. We gaan proberen. Oh mijn god, ik had geen ammo meer. Om natuurlijk alle vijanden een poepie te laten ruiken. Ik heb de M4 carbine met de red dot sight in mijn handjes. Heel erg fijn wapen om te gebruiken. En wow, daar ging mijn teammate. Zag je hem vliegen? Ik zie je lopen. Nu loop je niet meer. Loopt er nog een achter. Ergens. Hij zit dichterbij deze vent. Het is altijd een lastige game. Als het gaat om echt heel erg beast gaat. Maar dat komt omdat je letterlijk in de paarkogels al neer bent. Dus je moet echt super goed opletten. Je kan door de muur heen schieten. Je kan alles doen wat je wil. En het is echt heel erg goed opletten dat je zo ontzettend snel dood bent gewoon. Maar het is en blijft wel deze game. Maar het is en blijft ook wel heel de tijd opletten. Non-stop. Blijven kijken waar je naartoe gaat. Blijven kijken waar de enemies naartoe gaan. En eerder schieten dan de enemies doen. Dan gaat het goed. Je hebt ook standaard scorestreaks in deze game. Namelijk de UAV, de airstrike en de helikopter. Die heeft iedereen. Je kan ook geen andere scorestreaks aanzetten. Dus dat is wel handig om te weten natuurlijk. En serieus, je gaat net lopen op het moment dat ik je wil neerknallen. Kom terug. Kom terug. Enemies hebben een helikopter. Daar ben ik niet zo blij mee. Ik kan mijn eigen airstrike neerroepen helaas. Ik heb hem wel. Mag ik mijn airstrike inroepen? Want ze pakken. Ah, en dan ben ik dood. Wauw! Ik wilde heel de hele tijd dan mijn airstrike inroepen, maar het lukte niet omdat de enemy hem aan het doen was. Maar voordat ik hem zelf kon inroepen, waren we 15 jaar ver. Ah, mijn eigen airstrike! Pas op! Paniek! Dat was mijn eigen airstrike die ik bijna om mijn hoofd krijg. Dat was niet helemaal de bedoeling. Zo snel mogelijk terug naar binnen. Granaatje gooien. Containertje opklimmen en we zijn weer binnen. Dan hebben we geen last namelijk van die helikopter. Oh, hij was nog niet neer. Spannen nog steeds voor hem, dus we moeten op blijven letten. Granaat, wacht. Gooi. Liggen. Spring. Staan. Oppassen. Zij gooien ook granaten. Kill maken. Liggen. Nieuwe granaat gooien. Gooi. Liggen. Lopen. As op. En een helikopter killt me. Oh, we moesten er zoveel doen, joh. Oei, dat sloeg helemaal nergens meer op, joh. We hebben nog wel veel kills gemaakt daar. Maar helaas zijn we ook uitgeschakeld, maar ze bleven allemaal komen gewoon. Oei, dat maakt deze game wel leuk hoor. Het is zo onwijs druk, ondanks dat het gewoon 6 tegen 6 is. Maar ze lopen nu allemaal hier, joh. Oh, ik moet reloaden. Even wachten. Ik kom gewoon volle vaart terug. En in mijn ruggetje. Wel weer een nieuwe airstrike. We hebben er eigenlijk niks aan, want ze zitten allemaal binnen. Maar ja, ik gooi hem gewoon, joh. Je hebt er ook niks aan om hem te bewaren, want je haalt vanzelf toch weer een nieuwe. 5 kills en je hebt hem alweer. Dus ja, die airstrikes bewaren, daar heb je helaas helemaal niks aan. Dus gewoon gooien, ondanks dat je weet dat je geen enkele kill ermee krijgt. Want voordat je het weet, heb je alweer een nieuwe. En als je je scorestreaks overlapt, oftewel je haalt een nieuwe scorestreak terwijl je oude nog hebt. Dus ik haal bijvoorbeeld een airstrike
Terwijl ik mijn UAV niet heb ingeroepen. Dan verdwijnt de UAV ook. Dus dat is best wel goed om op die manier in de gaten te houden. Dus op het moment dat je een UAV haalt, moet je hem eigenlijk meteen inroepen. Want heb je nog een airstrike of een helikopter, dan heb je de UAV gewoon niet meer. Dan ben je hem gewoon kwijt. Maar de eerste ronde zit erop. We staan 22-5. Dat is een mooie eerste ronde die we hebben gespeeld. Plus we staan voor in natuurlijk de Domination vlaggen met 100 om 51. Dus de eerste ronde was een succes. Nu de tweede ronde nog. Zal ik de openingsroute proberen? Ik weet niet of dit gaat lukken. Dan moeten we echt knijtersnel zijn namelijk. Go, 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 go. Dan rij je namelijk hier dwars door het midden. Dan koek je je granaat. En dan gooi je hem meteen naar A toe daar. Er zat alleen niemand. Nou, het was te proberen, maar er zat helaas niemand. Ik kon net zeggen, je staat daar ergens. Ik begon al te schieten voordat hij er was. En ik heb mijn airstrike ook, let's go. Airstrike inroepen, ze spannen nu wel buiten. Dus nu kan die wel kills pakken. Oh! Oh mijn god, ik heb hier nog vriend. Oh, kijk uit, mijn eigen airstrike, mijn eigen airstrike. Pas op, paniek! Alweer! Veel paniek in deze game. Maar dat hoort erbij. Lekker bezig. Oké, ik heb mijn helikopter. Ik roep hem gewoon meteen in. Ik kan hem ook bewaren, maar ik wil niet dat de enemies een eentje inroepen. Dus ik roep hem gewoon meteen in. Ik ga niet die vlag pakken, want er staat toch al ver voor. Dus dan heeft het geen nut om die vlag te capturen. Oh, teammate pakt hem. Nou ja, dan mag mijn teammate hem hebben. Hier oppassen. UAV hebben we. In mijn rug staat er een, joh. Wat doe jij? Je kon gewoon schieten doekje, joh, vriend. Dat is ook tactiek. Alles is tactiek. Lekker bezig. Lekker bezig. Kijk hoe snel je neer bent. Ik heb geen kogels meer. Ik heb nog wel een Desert Eagle. Hij zit aan te pakken. Ah, hij wist dat ik er liep. Hij had me al gezien. Oh, yo. Granaat erop. Ga met die banaan. Nog een granaat erop. Ga met die banaan. Nog een granaat erop. Ga met die banaan. Ik heb er drie namelijk. Dus daar maak ik gebruik van ook. Oh, ik heb hem. In mijn rug. Oh, hij is neer. Hij is neer. Hij ligt daar al. Nice. Alright, we gaan lekker nu op dit moment. We hebben alle drie de vlaggen. Dat is niet, ja, heel erg slim. Want dan weet je natuurlijk gewoon niet meer waar de vijanden spannen. Maar heel erg is het ook weer niet. Zolang we maar gewoon die UAV blijven houden, zodat we weten waar ze zijn. Pas op hier. Ik ga een stun gooien. Go stun, het duurt even voordat hij is gegooid. Maar dan kunnen de vijanden niks meer zien. Dus dan kan je ze aanpakken, ze gooien je stuns terug. Ik ben gewoon aan het schieten, dus ligt een granaat. Ik ben dood. Ik leef nog. Geen idee hoe, maar ik leef nog. Ik heb nog een nieuwe helikopter zelfs. Assen, we hebben het gewoon overleefd. Ik zou echt niet weten hoe. Maar we hebben het gewoon overleefd, joh, op die manier. Oh, wauw. Ik heb hem. Oh, dat was sneaky kill. Ik heb die ook. Dat was een hele sneaky kill daar. En ik ben dood. Oh, mijn teammate ook nog. Die schoot niet. Oei. Woe. Nou, helikoptertje, doe je ding, jongen. Maak even wat kills, want de pot is ook alweer bijna afgelopen namelijk. Oh, lekker trippeltje, heerlijk. Granaatjes die kant op, dat zijn allemaal buitengespand. En die granaten zijn echt ongelooflijk sterk, dat is niet normaal. Dus je wil die eigenlijk gewoon altijd gooien. UAV roepen. En weer doorrennen. Woe! Lekker potje dit, hoor. Je kan zeggen wat je wil, maar we gaan echt hard op het moment. Heb je hem? Hij is neer. Dank je. Hoeveel punten nog? Nog 20 punten is het alweer afgelopen. Het is echt ontzettend snel gegaan. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we eventjes drie vlaggen hadden. En als je drie vlaggen hebt, ja, dan maak je gewoon ongelooflijk veel punten. En dan gaat het potje natuurlijk ook ongelooflijk snel voorbij. Ik ga er gewoon in rennen. Ik heb er echt scheid. En als ik dood ga, ga ik dood. Ik heb hem nog. Ze spannen hier. Ik heb hem ook nog. Ze spannen hier. Ik heb hem ook nog, ik moet reloaden, ik heb genoeg kogels ervoor. Zit er nog eentje volgens mij, of niet? Heb je die ook al? Hey, lekker bezig teammate, we hebben gewoon die hele spawn gekleerd. Let's go joh, let's go. Ik heb ook nog een helikopter staan. Maar ik kan hem niet inroepen joh, ik kan hem niet eens inroepen. Er zijn te veel helikopters op dit moment in de lucht. En, maat, je had me daar moeten hebben. Dat is het enige wat ik ga zeggen, je had me daar moeten hebben. En de game zit erop. Woo!
lekker potje gespeeld. Gewonnen met 200 om 105. Die enemies hebben eigenlijk geen kans gehad om nog te kunnen winnen. Puur gewoon omdat we nos op 2 A3 vlaggen hadden. Maar onze eindscore is 51-7. Nou, als dat geen mooie potje is, dan weet ik het ook niet meer. Je kan Mollewarfer Remastered op het moment dat je PlayStation Plus hebt nu gewoon meteen downloaden. Meteen spelen. Samen met natuurlijk de singleplayer en de multiplayer. En het is nog steeds een leuke game. Nog steeds. Ondanks dat die oorspronkelijk is uitgekomen in 2007. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor het support. Vergeet niet te abonneren voor meer. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye.